hallo, mijn naam is Christina Cesaratto en ik ben docent op de Zadkine MBO Optiek. Hiervoor ben ik ook student op de MBO geweest en daarover wil ik je meer vertellen. Maar voor het gesprek heb ik Daan nodig. Waar is die jongen toch? Ja hoor, daar heb je hem. Hey Daan, hier ben je. Maar we gaan eerst je ogen meten en dan pas mag je een bril afzoeken. Kan je mij een beetje vertellen hoe jij bent gekomen tot waar je nu bent? Ik was eerst ruim 10 jaar werkzaam in de winkel als opticien. Maar ik had geen certificaat, geen diploma. Dus ik heb besloten om mbo te gaan volgen. Ik deed het best goed, waardoor een baan aangeboden werd als docent op mbo. Maar ik moest eerst 2 jaar hbo volgen. Dus maar 1 dag in de week op school en de rest werken. Ze noemen het stage, maar het was gewoon hard werken. Dus van leerling naar mbo, dat klopt. Naar leerkracht. Ja. Gaaf. En zeker. Mag ik dan nu? Nee, je mag ze absoluut niet. Je moet eerst zitten, maar we gaan eerst je ogen meten dan. Ik ga. Zijn er bepaalde dingen die jou zijn bijgebleven van het mbo? Jazeker. Wat me bijgebleven is, dat me geleerd is hoe ik eigenlijk echt voor mij bijvoorbeeld in een winkel moest staan. Hoe ik mensen moest aanspreken. En ik heb ook heel veel over mezelf geleerd. Dat leer je ook op mbo, behalve de vakken. Ook om wie ben ik, waar sta ik, waar wil ik naartoe. Gaaf. Hey, deel 1 van de optiekcheck hebben we gehad. Gaan we naar de confronterende deel 2 van mijn ogencheck? Zeker weten. Kom dan, we gaan meten. Je zou me meemaken dat je denkt, ik ga even leuk vloggen en erin staat, je hebt -3. Nou, oké Daan, het is niet ernstig, maar je hebt wel een bril nodig. Dus, je mag nu brillen passen. We gaan wel mooi uitzoeken, ja, hè? Ja, zeker. Ah, dat is prima, dat is prima. Ja, even kijken. Wat vind jij ervan? Ik vind het echt heel mooi. Het staat je echt goed. Blitzmontuurtje. Dit wordt hem. Ja, mooi. Dit wordt hem. We hebben een mooi brilletje. Ik zie weer wat beter. Maar, ik heb nog 1 vraag voor jou. Heb jij nog een tip voor leerlingen die nu gaan starten met het mbo? Zeker. Wat het allerbelangrijkste is, dat ze kiezen wat ze nu leuk vinden. Wat hun leuk lijkt nu. Zodat ze met 3 jaar eigenlijk plezier in hun studie hebben. En mbo biedt kans om te werken, maar ook om doorstromen, om door te leren. Je kan het ook als een springplank gebruiken. Zeker. Voor nog meer. Zeker. Mooie woorden om te afsluiten. Oké, dit is mijn verhaal. Wil je meer weten? Kijk naar de YouTube-kanaal.